Als je aan een kind vraagt wat hij later, later wil worden, dan is absoluut het antwoord politieman. En Albert van Zuilen die, uh, had ook die droom en uiteindelijk is dat ook werkelijkheid geworden. Maar na 21 jaar bij de politie in Amsterdam te hebben gewerkt, was de koek op en vond hij het tijd voor een verandering. Hij maakte een opmerkelijke carrière switch. Nou, je mag nog even drie seconden proberen te raden. Ja, hij. Uh... Hij is hier in de studio, Albert. Welke carrière switch heb je gemaakt? Ik ben overgegaan naar de agrarische sector. In het boerenleven, mooi boerenleven. Hoe kom je erbij als je in Amsterdam <laughs> midden in de drukte werkt met allerlei ja, spannende dingen die daar gebeuren? Je denkt, ik, ik ga naar het platteland. Um, ja, het is in één keer zo een beetje gekomen door privéomstandigheden van een scheiding. Ben ik uiteindelijk hierheen terechtgekomen. Of hier terechtgekomen in, in Espoo. Zit dus je meer in midden in het boerenleven en waarschijnlijk heb ik ergens uh, ver weg uh, diep gestopt, weggestopt en uh, toch een beetje agrarische dingen in mijn bloed uh, zitten, terwijl niks van de familie daarmee heeft te maken? Nou, nou begint een ander met de moestuin? Ja, nou, die heb ik nu toevallig voor sinds vorig jaar ben ik dan begonnen, maar ik woon er al sinds 2014, dus <laughs> uh, nee, eigenlijk zo daar terecht gekomen en uh, via een kameraad uiteindelijk waar ik nog steeds uh, graag bij kom, die is zelf akkerbouwer en uh, ja, balletje gaan rollen, geen achtergrond, nog nooit trekker gereden en nu inmiddels uh, nou, her en der uh, en zelfs actief binnen de agrarische sector. Nee, dus het is, is niet vanaf jongs af aan dat je dacht van nou het wordt politie, agrarie, politie, agrarie, politie, het wordt politie? Het is al zo erg geweest, ik heb in de bruglas, uh, maakte je dan wel eens uh, opdracht of uh, van die schema's hebben. van wat wil je laten worden als je groot zeg maar hè? Mm -hmm. En elke keer kwam er wat anders uit. En voor mijn politiecarrière ben ik zelfs banketbakker geweest dus... Hoezo carrière switsen? Ik heb altijd iets. als je een carrière switch maakt, doe het gelijk goed. Ja. Hoe is het om op een uh, trekker te rijden? Heerlijk. Ja, geen vrijheid. Maar geen blauwe zwaar erop. Nee, nee, dat niet. Nee, dat, dat, zo hard gaat hij ook natuurlijk niet. Maar het is wel, uh, het is machtig mooi werk. Echt waar. Ik geniet elke dag. En ik heb eigenlijk uh, vanaf de, het eerste moment nog geen spijt gehad dat ik weg ben gegaan bij de, bij de politie. Uh, eigenlijk. Nee, want, want je omschrijft het zelf als de koek was op. Wat, wat, wat was dat dan? Uh, nou, ik merkte vooral op een gegeven moment uh, het mentale stukje, zeg maar, dat, uh, ja, dat ging bij mij op een gegeven moment best wel uh, nekker, zeg maar. Uh, ik merkte aan het einde van de dag van mijn werkdag dat ik mentaal moe en kapot was, maar fysiek nog niet. En op het moment dat ik zeg maar dan mijn vrije dagen had, dan ging het van boven naar beneden, krijg je het fysieke, dus eigenlijk heb je toen op een gegeven moment ook helemaal geen, geen, uh, ja, geen rust meer, zeg maar. En dan, uh, ja, dan, ga je andere, dan ga je toch een beetje na zitten denken. En uh, privé was op een gegeven moment ook, ik kon nog geen switch maken, maar ik heb daarin wel een heel uh, twee jaar mooie, goede tijd voor gehad om over na te denken van wat ga ik eens doen. En ja, zodanig had ik op een gegeven moment, ja, wat moet ik doen, wat moet ik doen. Toen was ik nog veertig en dacht ik van als ik ga, dan moet je het goed doen. En ik heb pas iets van leef je hart en volg je hart en dan komt het vanzelf wel goed. Ja, het, uh, hoe, hoe is die switch bevallen? Want ik kan me voorstellen dat je in Amsterdam als politieagent uh, uh, complete drukte hebt met mensen om je heen, collega's. Nu uh, ja, we zien foto's van jou op de achtergrond, nu sta je op een, uh, op een mooi stuk land uh, met uh, niemand. Nee, en dat is uh, ja, ik vind het heerlijk om, om, om met mijn handen te werken. Ik heb precies, ik ga naar mijn werk, dus dan wil ik ook wel werken. En net als met die foto, inderdaad, dan zit je daar, uh, zei alleen op het land en dan ben je uh, onkruid aan het wieden. In de volle zon, nou dat heb ik bij de politie nooit gehad, dat ik betaald bruin werd en dat heb ik daar wel geleerd. <laughs> dat is het mooie van, 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 het, van het agrarische leven. Het is soms nu ook bij deze foto, ook, dan zie je inderdaad van nou, dan loop je op het, uh, op het land. Uh, dat was twee jaar geleden geloof ik, meen ik. Het was toen met de Hittegolf. Nou, dat was gewoon heerlijk. smoorschool beginnen, lekker insmeren en uh, genieten van het mooie werk. Nou, nou, heb je wel een carrière gekozen die toch misschien wel een beetje onder druk staat. Uh, in het nieuws gaat het heel vaak over boeren, over ja. hun toekomst. Hoe moet, hoe moet dat? Hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, nou ja, het, is, het slogan is ook niet voor niets. Uh, geen uh, geen boeren, is er ook geen eten. En als je gaat bekijken, ik heb eens een keer bij de politiecollega's hebben ook wel eens wat. Ja, dat was. Nou ja, Mensen die er een andere kijk op hebben, laat ik het even netjes zeggen. Ik zeg maar, noem maar iets, een, een, een gewas op of, of een voedingsproduct op... waar geen boer aan de pas is gekomen. Is nooit geladen, is nooit, nooit gelukt. Dus je hebt al, ten alle tijde heb je boeren nodig. En ik heb als je blijft de boeren steunen en, en op welke manier dan ook... al is het lokaal of wat dan ook, zonder boeren heb je geen voer. Ja, maar ja, ik, ik haal het natuurlijk ook een beetje aan... omdat uh, zo opeens stonden boeren rechts tegenover agenten. Jij kent beide werelden. Dat is natuurlijk wel lastig dan, denk ik. Ja, ja is, is lastig. Twee werelden. Uh, alleen dat moment toen was ik al... Ik had voor mezelf al enigszins de keuze gemaakt van ik ga de overstap maken. En ik heb zelf ook in Den Haag gestaan uh, toen bij de tweede landelijke actie die er was. Uh, toen ben ik zelfs, ook zo kunnen regelen met mijn uh, leidinggevende van... Mag ik later beginnen voor mijn avonddienst? Ja, dat is goed. En toen stond ik gewoon s'morgens vroeg. Uh, woensdagavond was ik tot laat gaan werken. S'morgens vroeg zat ik al in de trein richting Den Haag. Maar je was toen nog agent? Toen was ik nog agent, ja. Ja, ja. ja. Dan stond je gewoon op het Malieveld. Ja, ik, uh, omdat mijn hart toch die kant op ging. En ik als ja, ik wil gewoon de boer ook daarin steunen. Dat vond ik belangrijk. Ja. Heb je uh, uh, dingen kunnen meenemen uit het politiewezen. Wat je, wat je, waar je nu wat aan hebt als, als boer? Zeker, ja zeker. Het is een stukje organisatorisch werk uh, wat je doet. Dat was bij mij al enigszins redelijk goed, zeg maar. Maar daar leer je sowieso af uh, uh, Politiewerk is er zo: je weet nooit wat je over vijf minuten te doen hebt. Je kan bijvoorbeeld nu uh, hier een bak, een bak koffie drinken. Maar over vijf minuten sta je bij een aanrijding of, of wat dan ook. En dat maakte het werk wel leuk. Ik ben niet weggegaan vanwege het politiewerk zelf. Dat is op zich echt een heel mooi vak. Niet de nadelen van, dus zo wil ik het niet benoemen. Uh, maar het is vooral de organisatie. Daardoor ben ik uiteindelijk weggegaan. Omdat ik niet meer trots op was, het uniform droeg ik wel, maar het was niet meer waarvoor ik toen in 2000. Uh, ja, trots op was dat ik toen het uniform droeg. Ja, nu dus wel trots op de trekker ja. Ja, en trots op de boer. Uh, en ja, heb jij eigenlijk nog dromen? Wat, wat wil je met, dit, met je bedrijf? Uh, nou, ik heb zelf geen eigen bedrijf. Uh, maar natuurlijk, uh, de droom die er is, natuurlijk, is uiteindelijk een agrarische, een eigen bedrijf, een eigen boerderij met land en alles er uh, op en eraan te uh, kunnen gaan uh, hebben. Alleen, ja, daar heb je wel de achtergrond een stukje nodig. Dus, heel klein beetje hou ik de hoop nog een beetje in. Maar ja. ik geniet gewoon lekker van het leven nu wat het nu is. En vooral van het werk. Ja. Moet je nog het land op zo? Nee, nee zometeen niet. Ik werk nu bij uh, KWS in Nagelen. Ik uh, zit in de aardappelvereniging, dus ik ben nu druk bezig met uh, de proefbakken voor, uh, voor de friet. Dus nou, daar gaan we zo meteen weer uh, mee verder. Heel goed. Dankjewel <laughs> dat je hier even wilde vertellen over, je, oh ja, over de verandering in jouw leven, Albert van Zuiden. Graag gedaan.